hebben de partijen nou een punt? Is er genoeg geld voor alle drie de projecten of niet? Dat is eigenlijk op dit moment nog niet aan de orde. We hebben nu een plan gemaakt, we hebben twee opties. En er moet nu een keuze gemaakt worden voor een van de opties en verder ook de herinrichting van het Haasbroek-terrein. Als we daar met z'n allen het over eens zijn, hè, als de neuzen allemaal dezelfde richting opgaan, althans de meerderheid, dan gaan we naar de volgende fase, dan gaan we een projectplan opstellen. Dan gaan we ook kijken wat er allemaal nodig is, hè, om het plan te realiseren. Dus dan komen ook de centen aan de orde. En vervolgens komt dat weer naar de Raad en daar gaat de Raad over besluiten. En er zijn zeker mogelijkheden om dat te financieren, daar ga ik nu niet over praten. Maar we moeten echt gaan zoeken naar middelen, ook in relatie tot de begroting die we dan gaan opstellen. Maar nogmaals, hè, er zijn mogelijkheden.